uitgevoerd samen met haar zus. Ik geef jou het woord. Dankjewel. Nou, ik ben heel erg onder de indruk van zoveel mensen die hier nu bij elkaar staan. Echt heel erg leuk. En ook bij voorbaat dus, dank jullie wel voor jullie komst. Hoe is het beeld tot stand gekomen? Er was een idee om een plaquette te maken. Dat Toonder hier geboren is in dit gebouw, in dit huis. Dit is het geboortehuis van Maarten Toonder. We zijn als Noordereiland bewoners daar ook wel heel trots op en blij mee. En toen dat idee van die plaquette er kwam, toen zat ik daarbij en dacht van, oh maar, ze maakt een Toonder. Misschien kunnen we wel iets grootsers ervoor bedenken. En dat is gelukt. En ik dank degene die mede hebben geholpen om het geld daarvoor bij elkaar te krijgen. Van af deze positie heel erg. Dankjewel Montmartre aan de Maas, Mario, Thomas, Herbert. En nog ook een heel groot dankjewel aan mijn geweldige zus, Saskia Meesters. En nog een geweldige zus, Soraya Meesters, die hebben geholpen om het beeld tot stand te brengen. Om uit te voeren. Kijk, jou daar boven, onder het lakje. Nu is het kapoes bedekt met een damasten witte kaartje, ook gebruikt, net zoals zijn huid die van een andere plek komt, namelijk van het gebruik op de keukentafel of de eettafel. De huid van Tom Poes is een huid van verhalen en die verhalen zitten in alle stukjes servies die we gebruikt hebben voor het mozaïek, met het idee dat alles wat je aanraakt, de straatstenen die hier nu aanwezig zijn, daar ook komt het verhaal wat ik nu vertel en wat jullie samen met mij meemaken, komt hier ook in terecht. Mm. Zo ook bij het dagelijks gebruik van servies. Je wast het weer af en daar gebeurt weer een ander stukje van je levensgeschiedenis en het bord is daarbij. Als dat bord dan niet meer functioneert, als het eigenlijk afval is geworden, dan kan het een nieuw leven krijgen met die verhalen die daarin zitten. En die verhalen was ik aanvankelijk niet eens van plan om allemaal te gaan sparen, maar dat heb ik nu wel gedaan. Want het allereerste bord dat ik kreeg is een bord uit 1930 van een vrouw die hier is komen wonen pas in april vorig jaar. En die had 7 keer achter elkaar het huwelijksservies van haar grootouders mee verhuisd. En de laatste keer was het dus 1 bordje gebroken, die had ik niet overleefd. Maar ze kon het niet weggooien. En toen ze van mijn oproep las dat ik servies verzamelde, voornamelijk wit servies, zei ze, ja, er zit wel een klein motiefje op, maar misschien kan jij er wat mee. Ik ben naar haar toe gegaan en ik heb de kast gezien, de speciale witte kast met glazen ruitjes, waar dat hele servies in stond. En dat ene gebroken bordje dat ik dan kreeg, ik denk, dit is geweldig. Ik ga alle verhalen op verzamelen van al het servies dat er aan mij aangeboden wordt. Dat wordt nog een aparte publicatie op een of andere manier. Volgens Erwin Tonen wordt het een boek. Misschien wordt het ook wel iets social media-achtigs, modern. Waarom die verhalen? Ik vind dat Maarten Tonen een heel bijzonder, en ik ben niet de enige, een heel bijzonder verhalenverteller, maker is. Tom Poes is zijn eerste roerende figuur, een klapfiguurtje, dus 2D. Hij heeft er nog veel meer gemaakt, maar hier is de furore begonnen. Later ontmoette Tom Poes Olly B. Bommel. Dus Tom Poes ligt dichter bij de geboorte van Maarten Toonder dan Olly B. Bommel. Dus Tom Poes mocht het worden, hier boven op het dak. En ik hoop dat de verhalen die Tom Poes in zich draagt, gevormd door zoveel mensen van het Noordereiland, maar ook daarbuiten die allemaal servies hebben aangeleverd. Ik denk dat hij een goed leven zal hebben daar in Tilburg. Hij wijst naar het geboortehuis en hij denkt na op zijn eigenzinnige Tom Poes verzinnen list manier. En ik wil nu vragen aan Maarten Toonder, wil jij aan het woord gaan zeggen? Wil je ook op een papa? We gaan hem daar aan doen. Doen we dat samen? Ja, Tamir heeft heel veel gezegd. Laten we zeggen, hier is hij hier van stand geboren. Als we gaan kijken, de fantastische Torbeckstraat,
maar kunnen zien dat Maarten Toonder van nederige afkomst is. Van zijn vader, die kwam uit Groningen, is op een aardappelveld geboren en die had het zo ver geschopt dat hij zeekaptein was geworden. En iedere keer dat hij terugkwam van zijn lange zeetocht, dan dacht hij van waar woon ik nu? Want Maarten Toonder is hier geboren, die heeft hier maar 2 jaar gewoond. Ik hoorde net mooie verhalen dat er werd geroepen geschreven om naar buiten te spelen. Ik weet niet of u daar gehoor aan geeft, want dat was met zijn fantasie bezig. Als jullie goed hebben opgelet, dan hebben jullie op het plein allerlei leuke lampen gezien. Als je goed kijkt naar zijn tekeningen, dan zie je waarschijnlijk zijn bomen. Dit waren de eerste bomen die hij heeft gezien. De eerste straatlampen. Dit is een wereldhavenstad. Als jullie hier staan en ik zeg even niets, dan horen jullie heel weinig. Hier is een mute. Hier kan je worden geïnspireerd. Hier kunnen de verhalen staan. Hier krijgt de fantasie het bovenhand. Goed, inderdaad, hier staat Tom Poes en niet de heer Bommel. Die had waarschijnlijk naar het verkeerde huis gewezen. Die had niet geweten. Dus, en wat leuk is, Tom Poes die staat hier een beetje gedekt opgesteld. Mensen moeten echt gaan zoeken. Want Tom Poes is niet zomaar Tom Poes, Camille zei het al. Tom Poes hier die staat vol zelf met verhalen van bewoners van het Noordereiland. Dus dat heeft meer betekenis. Het is niet zomaar een beeld, maar een beeld vol met verhalen. Daarom hoop ik, daarom zeg ik ook, er moet een boek komen. Met allerlei anekdotes, waarde stukken porselein, ook afbetalen weer een stuk porselein geleverd. De bekende Rotterdammers, die hebben ook een bijdrage geleverd. Dat wist hij niet hoor, afbetalen, maar afbetalen weet je, die heeft hier gegeten. Bij de pizzeria Gaetano. En van de pizzeria hebben we het bord wel afgewassen. Dus er zit er geen DNA-sporen meer van Avotalip op. Maar daar heeft Avotalip van gegeten. En dat is aan diggelen gegaan. En dat zit in de huid van. Avotalip heeft een bijdrage geleverd. In een Grieks restaurant moet je dat doen. Goed. Aan mij de eer. En dat wil ik heel blij om dit te doen. Dit mogen doen. En voor mijn grootvader om hier toch aandacht te geven. En mijn grootvader zei, als je iets wil bereiken, dan kan het. Je moet er maar in geloven. Dus, en als een Rotterdammer, die geloven allemaal zelf in hun eigen kunde. Hè? Dus kijk maar. En het was namelijk zo, het idee om het beeld in het 100ste jaar, geboortejaar, om het te onthullen. Dat was een beetje kort dat. Het was allemaal... Zoveel werk! Maar het is veel leuker om het in het 101ste geboortejaar, namelijk geboorte, laten we maar zeggen, op 2 mei, om het te mogen onthullen. Dus bij deze... Dus wil ik graag, en ik neem aan de telefoon. Ja, mag ik hier voor te zetten? En Tamere die wil het graag meetrekken. Ik zag het al aan. Ik doe het niet. Nee. Dus ik loop even naar jullie toe. Pardon dat hij niet valt. En nou een Tom Poes! En nou de Tom Poes! Vlucht, we zijn de list! Gabriel Maas van de Overkant. Van de Overkant, ja, inderdaad. Ja, want het werd dan een beetje spannend gemaakt wat ik er dan nog verder mee te maken zou hebben. Nou, het is maar een kleine rol, maar niet een onbelangrijke, denk ik. Want Villa Zebra zal Tom Poes adopteren. En dat vinden we een hele eer. We zullen goed voor hem zorgen. Dat zijn we niet alleen verplicht aan Tamira en aan Herbert, de initiatiefnemer. En aan de stichting Montmartre aan de Maas. Maar ook... aan de mooie plek die hij heeft met de zon in zijn gezicht. Hij glimt ervan. Hij past ook in een mooie collectie, want we hebben al een gibra op ons dak staan. Dus daar past een poes heel goed bij, denk ik. Het is voor ons, die adoptie is voor ons meer dan een zorgplicht. Het is ook de manier waarop we graag willen uitdrukken dat we ons vanaf de overkant van het water hier om de hoek verbonden voelen met het Noordereiland. En de mooie dingen die hier gebeuren en nog
gebeuren zullen gaan, gebeuren te staan. Ik geloof dat ik ook nog iets bij... Het is zo omdat je de gedachte op een bepaalde plek hebt, daar hoort het ook tegen. En die hebben ervoor gekozen om je hoofd aan te doen, maar ook niet los. Dan gaat meneer Maas een tekst tegen voor de hulp. Geiten, daar gaat hij zijn tekst tegen. Daar komt de poes. Mooi. Er zit een beetje water. Oeh. Wat? Ik heb hem gespion. Dat is een kom. Je wil de vader een kilo met de gedoog maken.